Karel Willink gebruikte vaak beelden in zijn werk, omdat die iets toevoegen aan het perspectief en de spanning in de compositie. In een interview in Vrij Nederland in 1945 zei Willink: "Het is in de eerste plaats een ruimte welke gestoffeerd moet worden." Grappige uitdrukking. Maar welke beelden koos hij uit? Zonder dat te weten zijn zijn schilderijen ravissant. Maar meer weten over deze beelden kan toch iets interessanter zijn. Willink heeft veel gereisd. In Berlijn 1922 fotografeerde hij de beelden van het Neues Palast in Potsdam. Toerde hij met zijn broer Jan door Italië. In de Vaticaantuin in Rome fotografeerde hij de beelden van de Apollo van Belvedere en de beroemde Laocoon-groep van Hagios Andros. Dit is een kronkelend, bewegelijk beeld van een vader met twee zonen die door een enorme slang worden gewurgd. Een kopie staat in de hal van het Rijksmuseum. Daar rechts had Karel iets wits, iets lichts nodig tussen al het groen van Versailles. Het versterkt het perspectief. Links in de verte staat Androcles met zijn leeuw. Hij steekt triomfantelijk zijn hand omhoog met de splinter die hij uit de leeuwenpoot heeft getrokken. Karel heeft Androcles later vaker geschilderd. Het is ook zo'n mooi verhaal dat die leeuw dan, uit dankbaarheid, altijd bij Androcles blijft. In 1939 krijgen de beelden in de Rijksmuseumtuin tegenover zijn atelier een rol. 1940. De zandzakken liggen tegen de Rijksmuseummuren. Een poging de schade te beperken bij een Duitse aanval. Hercules verslaat een draak. Is het symbolisch tegen de bezetter in 1940? Zou kunnen. Thank you.
Waarom vecht Hercules met Cacus? Cacus zou op de koeienstal van Hercules passen, maar hield zich niet aan die afspraak. Vandaar dat Hercules hem op zijn tonder gaf. Dit omgevallen beeld is een gipsbeeldje dat Karel Willink in het Rijksmuseum kocht om het expres stuk te gooien om te zien hoe een beeld brak. Maar welk beeldje was dat? Het staat in brons in het Rijksmuseum en is gemaakt door Ludovico del Duca in ongeveer 1570.